Stef Nijland, ook jij welkom bij NEC. Dankjewel. Wat is de reden geweest waarom jij voor deze club hebt gekozen? Nou, dat zijn meerdere. Kijk, ik ken de club natuurlijk al. Ik heb hier een paar keer gespeeld. Komt altijd als een hele mooie club op mij over. En daarnaast heb ik een goed gesprek gehad met de trainer. En heeft de club een visie uitgesproken dat ze met talenten om willen gaan en willen ontwikkelen. En dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Want het is voor mij een belangrijk jaar waarin ik veel aan voetballen toe moet komen en mezelf moet ontwikkelen. En ja, de club die kan me die dingen bieden. Dus dat is de reden eigenlijk. Ja, je bent natuurlijk al een beetje bekend met verhuurperiodes. Dat is bij Willem II gebeurd. Ik denk dat jij er ook open voor staat om dan ook juist bij NEC jou te kunnen blijven ontwikkelen. Ja, zo is het ook inderdaad. Ja. Kijk, op het moment dat ik naar PSV ging, had ik de wens of de droom om in één keer te slagen. En het moet via wat omwegen gaan. Maar ik ben blij dat ik inderdaad na mijn verhuurperiode bij Willem II, dat ik nu weer gewoon lekker aan het voetballen toe kan komen. En daar heb ik echt honger naar. Het honger naar de wedstrijden in de Eredivisie en met het publiek erbij. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ja, want je geeft het al aan, ik wil graag bij PSV in één keer slagen. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? Nou ja, dat is natuurlijk dat is moeilijk, dat is gebleken. Dat is niet voor iedereen in één keer weggelegd. Maar ik ben niet iemand die het opgeeft. Ik ben ook niet iemand die daar het hele seizoen naar gaat kijken. Van hoe doe ik het nou en kan ik volgend jaar terugkomen? Want ik wil me concentreren op NEC en op mezelf, mijn ontwikkeling en plezier weer terugkrijgen. En dus dat is de insteek van dit jaar eigenlijk. Sta je hier vandaag voor het eerst met een seizoenspresentatie, althans met de fans erbij. Wat vond je van deze morgen? Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik vroeg net al aan iemand of er wat volk op af zou komen en die zei al van, nou ja, nog wel behoorlijk, maar de zaal zit vol, dus dat had ik niet verwacht eigenlijk. Dat vind ik hartstikke mooi en zometeen gaan we ook trainen. Dan zullen de mensen ook wel meegaan, dus dat is hartstikke leuk. Wat voor imago heeft NEC bij spelers zoals jij? Ik bedoel, je bent toch gewoon wel op papier een grote jongen, Stef Nijland, PSV. Wat leeft het bij jou bij NEC? Als je de naam NEC hoort, wat voor indruk krijg je dan? Nou ja, een hele gemoedelijke club en wel een... die wel voortstrevend, wel ambitieus is. En dat is ook het idee wat ik kreeg toen ik met de technisch directeur en met de trainer ging spreken. Dus ik kan natuurlijk nu niet heel uitgebreid gaan zeggen hoe het jaar zal gaan verlopen. Maar het voorgevoel is in ieder geval goed. Je hebt er heel veel zin in. In de media was het ook te lezen dat je echt gaat vlammen, dat je er klaar voor bent. Een beetje hangen van de linkerkant, begreep ik, hè? Ja, dat is een mogelijkheid. Maar ik ga me niet vastbinden op één positie nu. Ik kan op meerdere posities uit de voeten en dat weet de trainer ook. En zo hebben we meer jongens in de selectie. En de positie aan de linkerkant zou ook door iemand anders ingevuld kunnen worden. Dus wat dat betreft, het is goed dat we nu vijf à zes weken voorbereiding hebben. En kunnen we zien hoe iedereen erop staat, wat de beste tactiek is en hoe we gaan spelen. Dus daar kan ik nu nog niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Wanneer is jouw seizoen geslaagd, Stef? Wanneer kijk je terug op het tevreden jaar? Nou ja, als ik echt het plezier terug heb gevonden en gewoon succes heb gehad voor mezelf en met de ploeg. En dat is voor mij gewoon, wat ik zeg, dat is gewoon voor mij het belangrijkste. Maar dat zullen we pas aan het eind van het seizoen zien. We wensen jou heel veel succes namens Roodvaart Groen. Maar we zijn ook blij dat je er bent in ieder geval. Dankjewel, vind ik leuk om te horen. Top. Bedankt. Ja?